lekker vooral bezig. Even een eitje bakken. Met spekjes. Dat vindt hij lekker. Brullen, brullen! Je ziet die afstand is genoeg. Brullen! Brullen! Juist! Over je angst heen. Blijf brullen. Je rijdt nog steeds niet 100. Je rijdt nog steeds geen 100. Ja, we hebben bezoek. Het is dan wel van een kraai, maar dat maakt niet uit. Het is een jonge kraai nog voor mij. Ja. Goedemorgen allemaal, welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja dat zijn wij. Het is vandaag woensdag 23 augustus 2023. En het is nu net 7 uur in de ochtend. Ja, ze hebben hier wat lekkers in de bak. Vooral voor rood denk ik zo. Voor je. Schat. Tempo. Team. Wil je maar even uitzoeken? Heb je even? Mag je even gaan uitzoeken? Tempo. Roastbeef, weet ik veel wat van ons is. Oh, ingezoomd er wel. Een urrie. Oh, met kaas, lekker. Dat zeg ik toch. Ze zijn lief voor je, schat. Kipperlade. Dus. Ja, een euro. Voor twee eieren. Ja. Zo is wat. Ik blaad het even. Nee, dat is ook niet duur. Nee. Kun je nog zelfs met en je eigen pizza maken? Kan. Kan allemaal. In de vriezer leggen en je hebt je eigen. Nee. Wel handig. Ja, zo handig. Nou, we gaan eens even kijken. Kom, dat is nu net hè, bij de dierenvoedselbank vandaan. Ro is met hondjes uitwezen lopen. Uitwezen lopen, ja hoor. Het klopt wel eigenlijk, officieel gezien. En nou sta ik dus even op. Kom. Mijn auto staat hier, mijn auto. Staat hier mooi voor. En daar staat Ro's auto. Dus ja, gezellig. Helemaal top. Hoppetop. Inderdaad. Dus ja. En ik word zometeen dus weer gezellig opgehaald. Ja. Ja, ik wel. Heerlijk. Geweldig. Ja, zo. Fijn. Erg wel. Dus ja, nu moet ik even wachten op mijn taxi, zeg maar. Ja. Nou. Oh, gaat worden.
Ja, jullie krijgen ook wel straks wat lekkers. Voor Lady is al en gevallen. Lady heeft al gehad. Oh, Lady heeft al gehad. Loffie aan de weg. Ja, en voor haar moet ik net zeggen, voor haar moet je het klein maken. Anders is ze wel heel lang bezig. Nee, Lady, want je hebt al gehad. Schooibek. Speedy. Hier, pak daar. Draak je ook nog? Kom dan, Draak. Hier. Alsjeblieft. Mauw. En dat deed jij vroeger altijd. Ik heb jou heel lang niet meer gehoord. Lekker staan ervan. Nee, hey, ja, dat en dat moet opgeruimd worden, ik weet het. Komt wel goed. Helemaal rood. Hi. Hi. Alles goed? Bijna. Oké, goed zo. Even lekker vooral bezig. Even een eitje bakken. Met spekjes. Dat vindt hij lekker. Nou, prima. Als hij dat lekker vindt, moet je dat vooral lekker eten. Deze spekjes vind ik niet lekker. Ze zijn onwijs vet. Maar ja, eten is een eigen ding. Dat mag ook. Vind ik ook helemaal niet erg. Ik kan niet. Lekker vooral bezig dus. Ja, echt wel. Zo. Ja, dit ruikt echt fucking goed. Zo dan! Ja. Gewoon van even van en vanuit jezelf. Lekker hoor. Nou, de laatste lessen worden met jou alleen maar lachen. Brullen, brullen! Ziet die afstand genoeg? Brullen! Brullen! Juist! Over je angst heen. Blijf brullen. Je rijdt nog steeds niet 100. Je rijdt nog steeds geen 100. Juist. Juist. Kijk hoe makkelijk het invoegen dan is. Goed zo. Let je, ik ben trots op je. Let op, jouw afstand is steeds kleiner. Wat moet je doen? Niet remmen. Nee. Flexibel blijf. Ik wil naar links. Kan ik naar links? Oh, ik kan niet meer. Fuck it. Richting uit. Ik ga gewoon rechtdoor. Ook op je examen. Als dan zeggen we gaan naar Den Haag-Zuid en je redt het niet, ja ik red het niet. Nou, dan gaan we dadelijk eruit en dan keren we even. Snap je schat? Ja, klopt. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Ja. Het gaat snel als je auto. Ja, dan gaat de tijd heel snel. Je bent intensief bezig hè, ook. Ja. Met internet. Net als als je gaat, als je iets leuk, en ik denk dat je het ook leuk vindt hoor. Ja, ik vind het ook leuk. Ja, daarom gaat de tijd ook strakker, eerlijk gezegd. Waar zit Ro? Want we zijn druk bezig. Ja, met papieren. En ik heb die weer even gevuld. Want daar was Ro dus nu net eigenlijk bij ook, zeg maar, dat ik die heb gevuld. En eens even kijken of we ook zo meteen bezoek krijgen. Wil je de mijne ook even open doen? Alleen het lipje even eraan laten. Dankjewel. Dus ja, eens even afwachten of we zo meteen ook nog bezoek gaan krijgen. En van geen en deen. Ja. Ik had net namelijk even een klein uitspattingje. Nee. Gewoon mijn eigen lip. Nee, deze. Zo. Op. Goed geluk. Goed geluk? Ja. Goede tijden, betere tijden. Ja hoor, we hebben bezoek. Het is dan wel van een kraai, maar dat maakt niet uit. Het is een jonge kraai nog volgens mij. Ja. Kleine oogjes nog. En maar zelfs de honden en die slaan er niet op aan. Die wist jij niet, hè? Hij zit hier. Bijna. Ja. Schrappig. Hij waagt zich onbespied. Hij waagt zich onbespied. Dat is leuk, hè? Zo'n vogelhuisje. Kijk, ik heb wel eens een jong koudje gevonden toen we aan het postlopen waren. Ja, dat weet ik. Heb je me toen al verteld, ja. Maar daarin zeg ik al, eigenlijk wil ik gewoon nog zo eng. En dan gewoon op... Bij de slaapkamerraam, schat.
slaapkamer aan. Want hier word ik nou heel rustig van dat. Oké. Okay. Ik word daar heel rustig van. Oké, okay. Nou dat is goed. Lekker van de bakken. Lekker een grote worst voor mij en voor Roo. En lekker even gebakken aardappeltjes. Piri piri. Dus ja, dat ben ik even aan het doen. Dus nu op dit moment. Ja. Moet ook gegeten worden, hè? Ja. Cheers. Op het gezellig eten. Ik hoop dat het eten is. Zijn jullie gezellig? Ja? Opletten. Eten moet gezellig zijn. Denk wel. En doe dat nog eens een keer. Dit eten moet gezellig zijn. Denk wel. Dus krijg je saus over je heen. Zielige puppy hoor, naast jou, schuin achter jou, zielig. Daarom, nee, niet doen, dat is weer aandacht. Daarom dat ik zei van, doe dat nog eens een keer, want ze ging zo en zo verschrikt kijken, op die toonhoogte wat jij deed. Doe dat nog eens een keer. Oh, doe dat nog eens een keer dan. Eten, gezellig zijn, denk erom. Die kop ook gelijk van. Oeh. Ja, lieve schatten. Ik lig inderdaad weer gezellig op bed. Jullie zien het goed. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit weer een leuke en gezellige vlog? Ik zou zeggen, vergeet dan zeker hier beneden niet te abonneren. Doe een duimpje mijn vuurtjes omhoog. Laat een like achter. Ja, dus duimpje, like. Abonneer en reageer. En de hele rattenplan. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen.